15, 16 graden gingen we toe. En als er dan niet al te veel wind is, is het natuurlijk geweldig op het terras, lekker in de zon. Maar er was ook nog wat anders vandaag. Er hebben heel veel foto's over gezien, heel veel foto's naar me opgestuurd vandaag, over die vliegtuigstrepen die er zoveel te zien waren. Het zegt in de eerste plaats natuurlijk iets hoeveel vliegtuigen er eigenlijk überhaupt in de lucht zijn. We hebben er ooit wel eens aan zitten rekenen tijdens mijn opleiding. Dat zijn er duizenden die tegelijkertijd in de lucht zitten. Maar er is meer over te vertellen. Want zodra die vliegtuigstrepen zichtbaar blijven, dus dat ze niet oplossen, betekent dat er in de bovenlucht vrij veel vocht zit. Als het vocht er niet is, als het droge lucht is, dan zie je dat die strepen vrijwel direct achter die vliegtuigen weer oplossen. Ik kan er nog iets over vertellen, over de vliegtuigstrepen. Het is een vuistregel dat iedere 100 meter dat je omhoog gaat in de atmosfeer, gaat de temperatuur ongeveer 1 graad naar beneden. Nou, vandaag dus hadden we 15 graden aan de grond. Betekent dat je op zo'n 1500 meter dat het dan gaat vriezen, dat 0 graden is. Alles wat erboven zit, daar vriest het dus. Zeker op deze hoogte, want er zit nog een stuk hoger. Wat u hier ziet, die vliegtuigstreep, bestaat dus niet uit waterdruppeltjes, maar zijn gewoon ijskristallen. Oké, we gaan hiernaar nog kijken. Want we hadden vandaag ook prima weer, dat zeggen ze althans, voor het planten van bomen. Dus deze tijd is er heel geschikt voor. De kwekerijen zijn er druk mee bezig. En op deze kwekerij worden er zo'n 3000 per dag of zo geplant. Gaat allemaal maar.